Het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van OWTNC is gisteren begonnen met een integrale aanpak van de binnenstad. De aanpak houdt in dat de bermen en de plekken waar er een sterke urinegeur hangt worden schoongewassen. Volgens Sherida Mankou, hoofd van de afdeling straatsonderhoudsdienst van Openbaar Groen, is deze aanpak het natraject van de Pagara Estafette. Mankou legt uit wat er allemaal zal gebeuren bij deze grote schoonmaak. We hebben onlangs in januari de stad schoongemaakt. En wat we hebben gezien is dat een aantal mensen zich hebben gehouden aan de regels. Dat ze eenmaal 24 uur hadden om hun troep op te ruimen voor hun deur, maar ook voor hun winkels. Het is eigenlijk altijd zo dat na die Pagara estafette, dat je nog dat van die Pagara ziet liggen. Het is droog geworden of het is nat geworden, bleef maar plakken op die stoep. En dat gaan we vandaag schoonwassen met hulp van brandweer. En ontwatering van AWP. We gaan vandaag die bermen schoonwassen in de Domineestraat en in de Steenbakkerijstraat. We kijken hoe ver we komen vandaag. Maar de bedoeling is dat we de Domineestraat vandaag aanpakken en de Steenbakkerijstraat. En dan kijken we verder welke straten we nog erbij nemen. We hebben ook de mensen die wild plassen. Bepaalde hoeken die echt stinken. En dat gaan we ook aanpakken. We denken bijvoorbeeld aan dat stukje van de Steenbakkerijstraat, daar waar die lijn 9's staan, daar is het, je hebt altijd een enorme stank daar. Dat alles gaan we vandaag schoon spuiten. Volgens Raoul Swedo, hoofdvoorlichtingsdienst van het ministerie van OWTNC, zullen de kalken van de binnenstad ook worden aangepakt. We kennen allemaal het gedeelte van de Jodebreestraat op de hoek bij Blokker, die bij de kleinste regenval al onder water loopt, zegt Swedo. Mijn vraag waarom het steeds onder water loopt, als ik dat gelijk mag zeggen. Daar komen dus de wortels van de bomen komen in de kolken terecht. Begrijpt u? En is dan een heel probleem voor afdeling ontwatering om dat steeds weer door te steken. Wat er gaat gebeuren is dat dus de afdeling bezig is om te kijken wat ze anders kunnen doen. Want de bomen verwijderen is geen optie. Maar wat ze wel willen doen is kijken als we andere lozingen kunnen plaatsen. Middels buizen, plastic buizen, PVC buizen, zodat de wortelen dan niet daardoor kunnen gaan. U weet, het is glad, dus als zo'n wortel tegen een PVC buis aankomt, kan hij alleen maar eroverheen lopen. En dat zijn een paar van de zaken waarmee we intussen bezig zijn. De ondersteuning van de politie is er, u merkt het, de wegen waar wij dus de werkzaamheden uitvoeren worden afgesloten. En onze mensen die kunnen dan gewoon vrij en rustig het werk doen. Tot zover Raoul Swedo, hoofdvoorlichting van het ministerie van OW. Hij sprak over de ontwateringswerkzaamheden die het ministerie zal uitvoeren.